Op dit moment is het sterke punt van de beurs is een gegarandeerde stabiele cashflow. De grote institutionele investeerders die zijn op zoek naar een stevig, stabiel bedrijf met een relatieve goede, stabiele cashflow waarbij er dividend wordt uitgekeerd. Omdat Euronext zo'n onderdeel is van een Europese infrastructuur waarbij al die grote partijen actief zijn, is dat zeer aantrekkelijk voor investeerders. Concurrentie is niet nieuw in onze branche. Ook niet voor 2007, waarbij de nieuwe Europese regelgeving kwam, hadden wij al concurrentie. De wereld is ook voor ons veel kleiner geworden. Er zijn nieuwe toetreders op de markt gekomen. Maar wij zijn zo stevig en wij hebben de wortels zo diep in onze thuismarkten, maar ook uitgelegd naar andere continenten in de wereld, dat concurrentie op bepaalde deelgebieden eigenlijk wel plezierig is. Het houdt ons scherp en het zorgt ervoor dat wij ook de juiste beslissingen nemen als management om het bedrijf steviger te maken en te laten groeien naar de toekomst toe. Wij zijn een commercieel bedrijf. Tegelijkertijd zitten wij op een moment waarbij reglementair de toezichthouders en de politici het centrale knooppunt willen laten werken. Dat wil zeggen de beurs waarbij kapitaal verstrekt wordt aan de groei van bijvoorbeeld midden- en kleinbedrijf. Met die backing zijn wij zeer enthousiast om het bedrijf weer heel stevig in Europa en dus ook in Nederland neer te zetten. Wat wij bieden is stevigheid, fundament en continuïteit. De beurs bestaat al 400 jaar en die kan op deze manier met goed beleid nog honderden jaren door.